deze zondagmiddag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de Haagse Flitsende 50. En we gaan vandaag terug naar het jaar 1987. Blijf er lekker bij en luister gezellig mee de komende twee uur. Hier live op je radio Stad Den Haag. Zomer op Stad Den Haag, beleef het mee. De grootste hits. Dusko. Vandaag in 1987 deze Shack Attack. Ik ken ze nog van Down on the Street en nog vele mooie nummers die ze toegemaakt hebben. 50 genoteerd, kwam er toe van nummer 50 af en stonden 2 weken in de lijst.
Geldt ook voor nummer 49. Die komt toe van 45. Er stond 13 weken in de lijst. The Whispers and Rock Steady. Vandaag, we hebben één mixer vandaag. Leuk dat Elroy Heesbeen zich daarvoor heeft opgegeven om een leuk mixje te gaan maken de komende twee uur. Ik zal zo meteen nog even nakijken welke mixen dat waren. Welke platen die allemaal gebruikt heeft. Hoor je allemaal straks als we toe zijn aan de mix van DJ Elroy Heesbeen. Het is nummer 48, komt over nummer 32. Er stond al 8 weken genoteerd. Ja, ik noem het altijd, je kan het een Jostie-band noemen. Ja, dat is een grapje natuurlijk. Maar het is de jolige band, de Jolie-band. En we gaan naar Paradiso. Dressing wings, awaiting with your scene. Arms are open wide, faces beat, fighting things. Clouds I roll around, or moving with no sun. The silence rules, it makes you. Kunnen zijn. Hier zo de jolige band op nummer 48, toe voor nummer 32. Er stond er 8 weken genoteerd in deze lijst. Gianfranco Bartolotti was de man die achter deze jolige band zat. Dit project vanuit 1987, waar we nu lekker in zijn gestationeerd. En waar je lekker je hele 1987 feeling kan boven laten krijgen. Drijven. Dat is ook, ja, ik ben al ready. Ik ben er helemaal klaar. Het is een prettig vergif, is dit. Een soort van pretty poison. Ja, dat kun je wel hebben. Soms gewoon, weet je toch? 47 stonden ze daar stationair hier in de lijst. 5 weken genoteerd. Catch me, Mike Fall zometeen. You came into my life.
zo'n beetje denken aan de andere mensheid. Aan de andere mensen aan de andere kant. Je weet wel, de mens die zegt, wil je maar opvangen, want ik ga vallen. Dat zijn van die dingetjes die heel goed zijn. Dat ze in elkaar vertrouwen hebben. Dat is het leuke van het leven. 47 blijven staan. 5 weken genoteerd voor deze Pretty Poison. En ik zou je toch even vertellen, wat gaan we vandaag allemaal krijgen? En wat gaan we vandaag allemaal horen natuurlijk in dit radioprogramma? Dat is die flitsende 50 van 1987. Het is week nummer 28. Het werd officieel op 11 juli in het jaar 1987 uitgezonden op de radio Stad Den Haag. Dat is alweer een hele tijd geleden natuurlijk. En ja, we hebben de mix van Elroy Hirschbeen. Ik heb al gekeken welke nummertjes die gaat draaien uit de lijst. Dat zijn straks nummer 37 en nummer 27. En voor de rest heeft hij er natuurlijk weer een hele leuke zelf, creatieve ideeën op nagelaten om daar een leuke mix van te kunnen maken. Het is de minimix, alweer nummer 89 hier in het Dusko Feuilleton. Hoe leuk is dat? Een beetje langzamer plaatjes dit. De man is trouwens geboren in Londen, Engeland. En hij heeft de Jamaican voorouders en weet ik het wel. Roots, zo om het zo te noemen. Het lijkt een beetje op de SOS-band. Het heeft het wel iets van weg. Been hiding from this feeling for so long. I've been trying with all my might to be strong. Zoals deze plaat mogen heten, kwam toen nieuw binnen op nummer 46. Stond toen pas 1 week genoteerd als Ian Foster. En deze Ian Foster heeft deze plaat ook geschreven. Dat heeft hij ook gedaan samen met een producer, die heette toen Nick Martinelli. En ik denk dat je die naam Nick Martinelli wel eens voorbij hebt zien komen. Ook bij Linda Joe Rizzo. Man die is gehuisvest in Amerika, maar heette wel Martinelli van zijn achternaam. Maar er zijn natuurlijk ook veel Italianen die geëmigreerd zijn toen ook naar Amerika. Om daar verder de muziekcarrière op te kunnen gaan bouwen. En dat is voor heel veel mensen daar gelukt. Dat weet ik wel zeker. Op nummer 45, die komt toen van nummer 40, stond toen 4 weken genoteerd. Natalie Cole, die is trouwens ook nog wel bekend van de Pink Cadillac en van Nat King Cole, is zij de dochter. Jumpstart heette toen de plaat die toen in 87 in deze lijst stond. Op nummer 44 komt deze nieuw binnen. De vrouw die in Friesland vocht voor het vrije leven. Een soort Jeanne d'Arc, maar dan van het noorden van Nederland. Zo moet je eigenlijk haar zien. Maar daar hebben de Italianen toch ook alweer een leuk plaatje van gehaakt. Van deze, gemaakt van deze Matahari. En deze heet precies dezelfde Matahari. Al zeiden wij zelf wel eens in die tijd, dit is een natte Ari. Ja.
44 nieuw, deze Matahari kwam hier langs op je radio Stad Den Haag. Hier op deze gezellige zondagmiddag, 5-7, iedere zondagmiddag kan je genieten. En word je teruggeworpen naar een bepaald jaar uit het jaren 80. En we zitten vandaag in het jaar 1987. En fijn dat je erbij bent, fijn dat je ook nog in de chat zit. Er wordt op dit moment nog weinig gebabbeld in de chat, zie ik hier. Want ik heb net ook nog opnieuw moeten inloggen. Ja, ze vroegen weer om een wachtwoord en weet ik wat, dat was ik natuurlijk weer vergeten. Maar het gaat vrij snel, moet ik zeggen. Want als je gewoon weer een nieuw wachtwoord aanvraagt via de mail, gaat het heel lekker gaan. Ja! Moet nog even fijn zijn met die chat die we op dit moment hebben hier bij dit radiostation. Ja hoor. Nou, dan gaan we eens even naar de Sabadell Sound. Zoals het eigenlijk genoemd mag worden. Wij noemen het natuurlijk hier in Nederland Sabadell. Hier is Marseille. Radiostation, zoveel mogelijk luisteraars willen we hierbij betrekken. Omdat het gewoon leuk is om gewoon lekker naar te kunnen blijven luisteren. I Want You is dat, Marseille, de Sabadell Sound of Sabadell, zoals we dat hier dan zo mooi noemen. Ach ja, maar volgens de Spanjaarden is het Sabadell. Dus daar moeten we ons maar een beetje aan houden. Op 43 komt hij nieuw binnen. Ook op 42 komt toen van 33 zakte een aantal plaatsen naar beneden. Die Angie Dillon met In The Dark. Die stond toen ook 2 weken pas genoteerd. Dat was toen al een zakker. Dat is eigenlijk gek is wat, ik weet niet. We gaan eens even naar Peter Slaghuis. Ik gaf dat laatste keer nog een keertje aan... wacht even. We doen het even verkeerd, jongens. Want ik vind het wel een goed nummer, maar het is op een andere naam. Is het uitgekomen? Ja, ik ben ook een beetje... Ik heb in de zon gelegen. Dan kan het ook doorkomen dat je dat dan krijgt. Maar dit moet eigenlijk het zijn. En dat hoorde je eigenlijk een beetje in het begin van Communicate van de Paul Rijn. En dan ook een remix die Peter Slaghuis toen heeft gemaakt. Maar deze stond er maar 41 nieuw. We hebben het over Full House. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, als ik eerlijk in mag zijn. Maar die zullen heel veel leuke dingen hebben gemaakt, denk ik. Nou, moet je horen.
Nou, ik ben hem net aan het opstarten, dus ik heb hem nog niet voorgeluisterd. Dus ik weet ook niet hoe die verder gaat. Dus dit doe ik gewoon een beetje uit mijn hoofd. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Vandaag, deze dag, 14 juli van het jaar 2024. Voor de Fransen is dat 14 juillet. Oftewel de bestorming van de Bastille. Ik zou zeggen, luister er maar even naar, want het intro zal best wel lang zijn. Het is ook een remix van deze Communicate. Hier is Full House, bij jou op je radio Stad Den Haag. Op nummer 41 nieuw, in de flitsende 50. Dat waren ze, de twee mensen die in deze Full House zaten. Een duo uit Amerika. En je hoort eigenlijk ook in deze plaat alweer heel goed terug wat er in de jaren 87, 88 en daarna nog ook in 89 gemaakt werd in het Chicago House. Want je hoort wel het Farley, Jackmaster Funk en GM Silk gehalte in deze plaat terug van Full House. 41 nieuw genoteerd in de lijst van vandaag. We nemen je lekker mee en we zijn er weer positief in om heerlijk deze dag door te komen. Want straks, natuurlijk om 7 uur, is zij er. DJ Senna gaat voor jou hier mixen op dit radiostation. Atlantic Star, misschien ken je ze wel. Ik heb er toen ooit een keer een singeltje van gekocht. Het heette Circles. Wel een gave plaat was dat. Maar in 1987 stonden ze met deze plaat in de hitlijst. Op nummer 40 genoteerd. One Lover at a Time. Natuurlijk, monogamie. Is dat nog zo?
Star, One Lover, at a Time. Hier op je radio staat erna. Goedemiddag en hartelijk welkom. Fijn dat je naar Michiel van der Brugge luistert. En ik ben er tot en met een uur of zeven. Daarna DJ Senna hier live in de house. En daarna natuurlijk de stad Sunday Night Live Show. En ik hoop dat je lekker ingeschakeld blijft. Omdat je misschien ook een klein beetje naar Spanje, Engeland zou willen gaan kijken vanavond. Maar ach, joh, doe dat even op de achtergrond. En zet dan je hoofdtelefoontje op en ga lekker luisteren naar dit radiostation. Wat leuk. Goed, vandaag nog eens even een paar stemmetjes met je gaan doornemen. We hebben er 67 nog gehaald in deze komkommertijd. De tijd van de vakantie, want die is ook voor Midden-Nederland vandaag of gisteren begonnen. Dan weet je dat ook weer. Frans Geersen, Wapen van Maastricht, zit tegenwoordig in Benidorm. Daar geniet hij altijd van al die bandjes daar. Er schijnt een tent daar te zijn. Ik ben er nog nooit geweest. Maar daar kan je echt genieten van een UB40, een Bee Gees en noem het allemaal op. Dus misschien dat je ook eens een keer gaat kijken als je een keer naar Spanje in Benidorm toe gaat. Raymond de Groot ook bedankt. Klaas van het Hof, Leon Wendt Pronk, Peter van der Bos, Danny Boelens, Gerald van der Weijde, Kees Bai, Leo Elzinga, Karin Karsten, Leon Bar, Patrick van Zee, Victor Raben ook weer bedankt man, Bruno Adames, Norbert Ziesbai, thank you very much. En ook zo René van der Zwan en als laatste weer John Oorschot. Maar dan nu. Ik weet niet of die in de chat zit op dit moment. Zal ik eens even kijken voor je? Lijkt me misschien wel even interessant. Even kijken of die erin zit. Hij is er. Oh ja, hij is erbij. Hij is erbij. Want in de chat zit op dit moment Stef van Leeuwen. Hallo Stef. Ook een niet onverdienstelijke mixer. Want ik heb hem toen even kunnen beluisteren via het remix gebeuren bij de Stad Classics op een woensdagavond. LT, onze Leon Terlouw zit erin. Brother Bongo, Erik Smit, DJ Roberto Salazar, Nicola. Also, hi. Erwin, waarschijnlijk de Van Rijn. DJ Elroy, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hugo Hoogmoed, Pink Jude en twee gasten zitten erin met een bepaald nummer erachter. Maar dan is het net of je in de gevangenis zit. Nou, ben je er klaar voor? Het is de Dusko Minimix voor vandaag. Op deze 14 juli 2024. Het is de Minimix nummer 89 gemaakt door DJ Elroy Heesbeen. Al vele tientallen jaren loopt hij rond op deze planeet. De vleesgeworden tornado op je radio. Michiel van der Brugge. All systems ready. Dit is de Dusko Minimix, gemixt door DJ Elroy op Radio Stad Den Haag.
school even zeggen. Namens Martin Meiland. Zeker weten, dat was die. DJ Alroy Hersbenen, deze mix voor vandaag. Dusko Minimix nummer 89. En wat hoorde je er allemaal in? Nou, nummer 37 en nummer 27 uit de lijst. Nummer 37 was Living in a Box van Living in a Box. Die zakte voor nummer 29, nummer 14. En dan hadden we nog even het nummertje wat ik net al zei, nummer 27. Dat is de plaat natuurlijk van Sirius van Don Allen. Die ging van 44 naar 27. Stond toen 10 weken genoteerd. Maar je hoorde ook nog Madonna met Lisa Bonita. Timmy Thomas met Why Can't We Live Together. Tina Turner met I Can Stand the Rain. Ook Casibo met I Like Chopin. Living in a Box met Living in a Box. Pino D'Angelo, Ma Quelle Idea. Ook Luther Vandross met Never Too Much. Changed, Let's Go Together. Ook Miley Cyrus met Flowers. En Lana Del Rey met Summertime Sadness. Nou ja, het is zo sadness, ja. Het is wat minder dan normale jaren mag. We moeten er over lekker van blijven genieten. Black Box met Strike It Up. Arctic Monkeys met Are You Mine. TLC met Waterfalls. Bowie, Bibi & Q-Band met Dreamer. En ook nog de Pet Shop Boys met West End Girls. Ook nog de plaat van Savage Only You. We hebben ook nog Simply Red met Stars. Christopher Cross met Ride Like the Wind. Talking Heads met Psycho Killer. Ook een goede plaat van ze. En ook Yes met Owner of a Lonely Heart. Don Allen met Sirius. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tears for Fears, Change. Ook CZ Peniston, We Got Love, We Got a Love Thing. Ja, welke man heeft dat niet? Stevie Nicks, ook met Stand Back. Volgens mij komt Stevie Nicks naar Nederland, want zij is natuurlijk de zangeres van Fleetwood Mac. Ook Doja Cat met Paint in the Paint the Town Red. Double D met Found Love. Ook de Two Colors met Stereo. Peter Miller Band. En Photosers. Nou ja, goed. Footloosers. Everybody Move Your Body, zoals het heet. Martin Solveig, hello! Ook Patrick Juvet met zijn verheldige hit, dat weet je toen, I Love America. The Killers met Human en ook de Chemical Brothers met Go. Zoals de plaat moog heten. Dat was die, de Disco Minimix. Deze Dusko Minimix, nummertje 89. Elroy, hartstikke bedankt weer voor het maken van deze mix. En Hugo Hoog moet hij zeggen dat ik goed bezig ben. Maar dat zal misschien zijn dat ik het doe wat radiogebied betreft. Want ja, laten we eerlijk zijn. Ik ben niet echt zo'n mixer als Elroy Heesbeen dat is. Of misschien als jij dat bent. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Vandaag zitten wij op deze 14e juli. Maar wat gebeurde er allemaal? Onder andere in 1989. License to Kill krijgt de première in Londen. Dat was een mooie James Bond film. License to Kill van Gladys Knight en de Pips. Die hebben daar toen een plaatje van gemaakt. I need you.
Een beetje de start voor Michiel van der Kuij. Die staat namelijk zo erg goed in om dit zo goed na te kunnen bootsen. En dat deed ook meteen zijn Sisley Foray. Open Your Eyes was dat. Ging van 48 naar nummer 36. Er stond toen 2 weken genoteerd. En Sisley Foray is natuurlijk Jodie Piper. Die dit plaatje dan ingezongen heeft. Want dat hoor je wel aan de stem van deze Jodie. Die nog steeds niet onverdienstelijk bezig is met het zingen van diverse dingetjes. Dat kunnen onder andere backing vocals zijn. En ze is eigenlijk ook altijd een beetje backing vocalist geweest. Altijd een beetje op de achtergrond. Nou, dat is misschien een beetje... Ja, hoe kan je dat noemen? Beetje, ik kan het even niet op het woord komen. Hè? Beetje, achter de grond. Oké, dat was die Sisley Foray op 36. 35 komt toen van nummer 36 in 1 plaats omhoog. Dat was Love is in the Air, die je ook van Jean-Paul Jong kent. En dat was dan van Steve Allen, die heeft dat toen ook nog een keertje gemaakt. In dit jaar 1987. 16 weken stond hij daar genoteerd tussen Steve Allen. En dit is even een andere uitvoering van de radio. Oh, yo, radio rama. Ik denk nou eens een keer een remix uitvoering van deze radio rama. Hij zakte van 20 naar 34 met Yeti. Deze Radiorama en deze Yeti hier in deze Flits in de 50. En wie hebben er allemaal nog gestemd op deze Flits in de 50? Dat hebben Arthur en Ellen Loef. Hebben dat samen gezellig gedaan met z'n tweetjes. En ook nog Ron Tertero deed dat. Mark Laheek, Robert Koetsier van Espresso Zizimo. Je weet, heerlijke koffiezaken in Den Haag.
En ook nog Tjaart Eldriks, Loek Tuit, Henk Westhoff, Erik Smit van Vissen met Poten, Martin Steg, Richard Bergeman, Willem Robijn, Mark de Taxi Guy van Canada. En ook Bernard Jan Hulsker. En na de van en olie, dames, de snelste Mexicaan van Mexico, Juan Carlos Lopez González. Ook bedankt weer. Thank you very much voor voting. Ook Hans van der Akker en Andy Roos willen wij hierbij bedanken. En dit is dan deze. Op nummer 33 kwamen ze toen nieuw binnen in het jaar 1987. En we gaan naar Mel en Kim. Ja, Kim Appleby, die is er nog. Maar Mel heeft niet lang mogen leven op deze aardbodem. Ze hebben toen een plaatje gemaakt. Dat is FLM. En als je die afkorting even mag uitleggen... is dat het geval dat heet For Love and Money. Daar is het leven waarom draait, ja. Voor love and money, dus de liefde en het geld. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is, ja, dat is voor speciale mensen die daar hun geld mee willen verdienen. Dus die verdienen geld met liefde. Dat zal wel zo zijn, denk ik, met deze FLM. 33 stonden hier genoteerd, deze Mel en Kim. En we gaan door met nummer 32. Zij kwam toen ook nieuw binnen. En zij heeft ook nog La Isla Bonita 1986 van Madonna... heeft zij nog gecoverd, deze Micaela, zoals ze mogen heten. En zij kan niet verder tellen dan 4-3-2-1. Zo meteen ook nog in de lijst staat ook nog Ken Leslo... met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar we houden het maar even nu op dit moment op nummer 32... met het welbekende 4-3-2-1. Hier op je radio, Stad Den Haag. Dit is nog steeds Dusko. Je douche vol met disco. Van de Brugge hier op je radio.
dat je in de zomer van 1987 dit echt fantastisch vond. En zei Micaela 4-3-2-1. Maar persoonlijk blijft het toch een beetje een simpel plaatje hier op 32 genoteerd. In de lijst van 1987, sorry. Niet vergissen, jongen. Hey, Van de Brugge, hou hem erbij. Deze plaat zakte helaas van 26 naar nummer 31, maar ik ga hem toch draaien. En dat is omdat ik deze BB & Band zo'n warm hart toedraag. En misschien heb jij dat ook wel, dat je zegt, nou, dat vind ik nog steeds geweldig. Vergelijk het nou niet met de BB & Q Band, want kijk, dit is wat hun gebruikte. Die castagnetten erin, hè? Die castagnetten. Dat gebruikte Tony Carrasco ook in deze BB & Band. Ik ken ze van vele nummers. Maar ik laat je even lekker bij deze. All Night Long in the Remix. Op nummer 31 voor de derde week. Radio Stop Den Haag. I'm here for the rap. Don't you think it? With this song, even a cat could dance. Wow. Even a dog could dance. Don't you think it? Bow bow. But here's the song. I'm
Pink Jude. Zegt Pink Jude hier in deze chat van dit radiostation. Dit is Radio Stad Den Haag nog steeds. En je hoorde deze plaat van de Italian Boys. En daarvoor hoorde je de BBM Band met All Night Long. Die ging toen van 26 naar 31, stond toen 16, of 3 weken genoteerd. En de Italian Boys, die stonden toen al, zeg maar gerust, alweer 14 weken in deze lijst van 1987. En die gingen van 17 naar 30. Maar ik blijf het een goede Italo-disco plaat vinden. Dus vandaar dat we deze vervolgers voor jou hebben voorgeschoten. Hier op deze 14 juli. We moeten het blijven herhalen, want het is een feestdag in Frankrijk. De 14 juillet, zoals het heet. Trouwens, in 1997, je kent de Spice Girls nog wel, denk ik. En de Spice Girls, daar zijn chips van te koop. Chips. Ja, niet voor zo'n ding van je hoofd, maar gewoon om lekker op te eten en er lekker van te gaan niet genieten. En het einde van het jaar, dat begint dus eigenlijk rond deze tijd, dus in een half jaar tijd, zijn er 60 miljoen chipszakken van deze Spice Girls verkocht. Kan je nagaan. Dat is ook wel lekker centje aan verdienen natuurlijk. 60 miljoen van die chips. Nou, als je een eurotje overhouden per zak, nou, dan heb je het al goed gedaan, moet je eerlijk zeggen. Dan doe ik niet eens een euro te zijn, of is het 50 cent. Dan heb je 30 miljoen verdiend. Nou, oké. Okay. Okay. Lekker door hier in de lijst. Met heerlijke plaatjes van het jaar 1987. Dit is Elisa Fiorillo. Fiorillo. Ja. Geboren in Pennsylvania op 28 februari 1969. Elisa Fiorillo. Ik zei het al, 1969, Pennsylvania, daar komt ze vandaan. En is daar in Amerika geboren, deze geweldige vrouw die samen met deze John Jellybean Benitez deze plaat uitbracht. En ook Adele Bertet heeft ook nog met deze John Jellybean gewerkt. Ja, die eigenlijk niet. Laat ook eerlijk zijn, dat heeft ook Madonna gedaan, ja. Maar Madonna heeft toch wel meer dingen gedaan met deze John Jellybean Benitez. En tegenwoordig is hij nog steeds samen met Tony Carrasco. Is hij samen bezig in Amerika om gewoon als disco duo op te treden in diverse clubs daar nog steeds in Amerika. Ging van 49 naar 29 en stond toen 2 weken genoteerd. En deze man heeft ook een hart voor Radio Stad, echt waar. Hi, I'm Ken Leslo. Hi. And you are listening to Dusko. Ha, lekker man, Ken Leslo hier. En we hadden net nog Michaela met 4-3-2-1. En hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van deze man. Van 28 naar op 28 blijven staan. Zo voor de derde week. I came back at 5 o'clock. Let me listen to the radio. I got down dancing all the night. I just wanna try to be alright. And I would have love in me. It's too late. You're gonna wait. Just me on my fantasy.
Zeker of het echt een beetje een grapje van deze Ken Leslo is geweest om deze plaat te maken. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar maak je een plaat van, jongens. Waar heb je het over? Maar wel leuk. Lekker zomers natuurlijk, want het was in de zomer van 11 juli dat deze lijst toen uitgezonden werd op dit radiostation, officieel natuurlijk. Ook Sirius hebben we al gehoord, Donna Allen, in de mix van DJ Elroy Hesbane. Die ging toen van 44 naar 27 en stond toen 10 weken genoteerd. Van 19 naar 26, die ging toen 7 weken, stond die toen al genoteerd. Had het over Janet Jackson met de Pleasure Principle. Ja. Maar we gaan weer eens even weer lekker naar een Italootje. Ga je lekker verwennen in het jaar 1987 op dit moment. Maar ja, wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dit jaar? Dat is misschien wel even leuk om te weten. Ik weet zeker dat meneer Tom Jones een hele vruchtbare man was. Want namelijk in 1989 oordeelde de rechter dat Tom Jones de biologische vader is en was, of is, van Jonathan Berkeley. Berkeley. En diens moeder heeft hij maar 3 nachten naast bed gelegen. Dus nou, in het bed gelegen. Nou, dan ben je echt... Hè? Oh man. Dan zwemmen ze hard, hoor, die dingen. Johoho. Die Tom Jones, hè. Wat een lekker mannetje. Maar is nog in Nederland geweest. En ik vind het nog steeds een van de... Ja, een van de betere zangers. Maar goed. Nu even naar de 1987 uitvoering van deze plaat. Ja, Spanja, je kent hem natuurlijk anders. Ze hebben er wat meer beat in gegooid. Hier is van de 21 naar 25 voor de 17e week. Call Me van Spanja. Een vogel. Call Me dus, de 1987 uitvoering van deze Spanjaard. Er zijn heel veel uitvoeringen van gemaakt. Maar ze stond dus al 17 weken genoteerd, deze Spanja. Nou zou je denken, dit lijkt er toch wel een klein beetje op. Het heeft er iets van weg, als je dat mag zeggen. Maar dat is het niet, hoor. Het heeft er eigenlijk helemaal niks van weg. Want dit is namelijk Maria Teresa Batti. En deze Maria Teresa Batti, zoals deze vrouw mogen heten, heeft onder andere deze plaat geschreven. En ze is backing vocalist geweest daarin. En ze heeft de plaat ook zelf gezongen. Nou,
Dus dat is op het aantal. Nou ja, dat doe je dan in de studio. Op een aantal sporen doe je dat. Dus u zegt eigenlijk de backing vocals op een spoortje. Je zet er gewoon een normale zang op een spoortje. En je maakt er een plaatje van. Stond op 24 van 16 voor de vijfde week. He's ready for love. Lekker voelen in een soort van Fata Morgana. En dit was Morgana. Genoteerd op nummer 24 van nummer 16. Er stond toen 5 weekjes genoteerd in deze flitsende 50. Mevrouw Senna is ook gearriveerd in deze radiostudio. Alles al klaar zitten. Oh, dat is professioneel hoor. Professioneel. Ruim een half uur van tevoren aanwezig. Je hebt ook wel eens van die DJ's die komen een kwartiertje van tevoren. Hey, of die staan ergens in de file vanuit Breda. Die heb je ook. Maar goed. Breda, toch? Ja, kijk, wat wil je vandaag? Alles met een zachte G vanavond. Geen harde L, dat wordt alweer niet. Maar, we gaan weer naar een ander zanger toe, dat moeten we zeker niet doen. Hier in de flitsen op nummer 23 nieuw. Je zijn de Pet Shop Boys en it's a sin. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been we
deze Pet Shop Boys hier op nummer 23 in deze Flitser de 50. We zitten in 1987 en ook Praction stond er ook in het Space Happer. Je weet al, Michiel van der Kuij maakte dat toen, maar die zakte van 7 naar 22 als een naar beneden. Nou, die viel heel keihard. Hij stond toen 6 weken genoteerd. Nog even een paar stemmetjes met je doornemen. We hebben hier Mike Budweck, ook bedankt voor het stemmen. Budweck, dat is van Duitsland. Mr. Italo, Matteo Krombach, ja. Peter van Leeuwen bedankt. Etje Braam, onze verzekeringsman. Ook Rob Lugge, we hebben ook nog Wilco van Melzen. Angelo, Dirita, Tom de Ridder, Jan de Zoete, Edward Loef, ook bedankt man. Emmanuel Harinzis, dat is een man bij Bonn, woont hij in de buurt. Dat is Duits, als je dat al van Duits. Inderdaad, ook weer lekker natuurlijk. Arinzis en Manuel, thank you very much. Dankeschön. Ook Pablo Carrasco. We hebben nog Volkert Ros, Hans Ursum. En ja, dames en heren, hij is er natuurlijk ook weer bij. Dat is onze PTB. Paul Thompson Bernard has also voted for this list. Italo Ton. We hebben nog Teodoro Di Pietro en Mark van der Belt. Van den Belt. Oftewel de neef van Marcello van den Belt. Want zo heet hij eigenlijk. Want je had Van de B. Had je toen eerst als lijst. En dat werd later Eventi dat Zura. Maar dat heb je wel zwaker gehoord, denk ik. Overigens, morgenavond is die er ook weer vanaf 9 uur. Kan je weer genieten van de beste Italo, disco, dance en noem maar op. Nou, jongens, ben je er klaar voor? De afgelopen week hebben we er genoeg van gehad. In Limburg waren het echt hele bospop. Daar kon je soppen met je sokken. En dan kon je echt helemaal door de blubber heen. Daar hadden ze het prima goed zien. Zo deze, op de helft van deze maand juli. Zo gaat dat wel even een keer. Die jaren kan je ertussen hebben. Maar goed, je moet het lekker vrolijk inzien. Want deze Jean-Paul Jong maakte daar een plaat over. You Left Me Standing in the Rain. Hier op nummer 21. Right into the bone. Oh, babe. And then my face was turning blue.
Ja, het is gezellig als je even praat, maar je wil zoveel mogelijk plaatjes draaien. En dan gaat dat natuurlijk, deze zit al meer dan 5 minuten in. Je weet wel, Potje Dory. Goed, dat was die wel een leuke plaat, vind ik deze. Jean-Paul Jong, You Let Me Standing in the Rain van 39-21. Hij stond toen 2 weken genoteerd in de flitsende 50. Vandaag ook nog op deze 14 juli, hè, de 14e juli. Hè, dat realiseer je soms niet. Maar in Frankrijk, joh man, daar zuipen ze, dat wil je niet weten. De Ricards die gaan erin als siroop. Ja, en geen gauw hammer. Gisteren had ik ook iemand in de studio weer, gisteren nacht. Ah, die kwam zijn zoon ophalen. Die had een feestje in het Westland gehad. Nou, die had een aantal bako's op. Dat was een, ja, dat, zo ging dat niet. Van 39-21 ging deze deze Jean-Paul Young met Standing in the Rain. Ja, dit is natuurlijk de hele bekende plaat. Ik denk dat mevrouw Senna hier ook deze plaat wel kent. Van 41 naar 20 is Mr. Flaggio op je radio. So Wrong ken ik ook wel van Patrick Simmons. Ik weet niet of je die kent. Patrick Simmons, So Wrong, So Wrong. Zit gewoon een klein beetje in. Klein beetje, heel klein. Ja, dat is weer wat je gehoord. Dat is dat achterlijke gehoor wat ik eigenlijk heb. Dat je ding overal mee gaat zitten vergelijken. Van de idioterie eigenlijk. Maar in ieder geval Mr. Flaggio, Mr. Flavio, Mr. Giorgio. En dat hebben ze bij elkaar gevoegd. En daar kwam de naam Flaggio dan vandaan. Deze ging vandaag de 40 nummer 20 en stond toen 2 weken genoteerd. Nou, dit is speciaal voor de dames, want je mag eindelijk een keertje gaan gillen. Sorry. je mag een keer, op zijn Engels heet dat, scream. Ik ging van 30 naar nummer 19, stond toen 2 weken genoteerd. Ik blijf het lekker vinden. Hier zijn de Metronics, hier op jouw radio Stad Den Haag. Come on and scream. 'Cause I'm the almighty, stick around, you see ya.
Ja, oké. Okay. Dat was die Scream van deze Man Products hier in de lijst van 1987. En fijn dat je nog steeds ingeschakeld bent en blijf er ook bij. Want zometeen om 7 uur hebben wij onze DJ Senna hier in de house. En die gaat op vinyl mixen. Dat is altijd leuk om te zien natuurlijk. Ik heb alles al een beetje ingeregeld en ingesteld. Dus dat komt allemaal goed, denk ik. Nou, wat hebben we nog meer gehad in deze dag van vandaag? Op deze 14 juli 1979 kwam namelijk windsurfing uit van de Surfers. Dat ken je vast wel. Die kwamen 34e plaats binnen in de Nederlandse top 40. En deze windsurfers, de Surfers, waren natuurlijk Edison Fleisner. Die kent van Catapult, Rubberen Robbie en natuurlijk ook de Edison Fleisner producties van natuurlijk Digital Emotion. Moet je ook zeker niet vergeten. Life is very short, zou zeggen, geniet ervan. Hij zakte van 12 naar 17, stond toen 8 weken genoteerd. Hier is het enige systeem, het is One System en het heet Life is very short. Hoorde je hier van 12 naar 17 voor de achtste week. En ABC stond er ook in met When Smokey Sings. Dat was namelijk een plaat die opgedragen werd aan Smokey Robinson. De man die ook hele, hele goede plaatjes in de jaren 70 maakte. Ging van 27 naar 16, stond toen 5 weken genoteerd deze ABC. Ik vond deze weer eens een keer leuk om te draaien. Van 22 naar 15 voor de vierde week. Hier is Tina Charles.
Love was dat van deze Tina Charles. Genoteerd op nummer 15 van 22. Stond door vier weken al in de lijst. Nick Jones stond er ook in met Lost in a Dream. Van 15 naar 14 voor de 9e week. En ook 5 Star met de Sliders Touch. Van 10 naar 13 voor de 10e week. We hebben nog een aantal stemmetjes door te nemen met je. Dat zijn de laatste die gestemd hebben. Het is het vierde gedeelte, om zo maar te noemen. We hebben nog Roland Bekkers. Ja, laatst nog in de studio geweest. Hij had al wat lekkers ook bij zich, deze Bekkers. En ook Jan Julius, ook weer bedankt. Johan Stuut, Alex Huizing. Ook Cindy van Teunenbroek. Cindy is een niet onverdienstelijke mixer die ook nog in de landen nog steeds te zien is. En die mixt lekkere platen uit de jaren 80. Ook Jeroen Villings weer bedankt. Erwin Steins, Marcel van der Harst, Pieter Verbruggen, Erwin van Rijn, ook Niels Bom, Johan de Grashopper, de Sprinkhaan, Bongorman ook bedankt, Sander Thorn en ook nog hier Richard van der Hoeven. En niet te vergeten, als laatste natuurlijk, het is een Italiaan, je kan het hem ook niet kwalijk nemen, onze Roberto Salazar Marmolani. Hebben allemaal gestemd, dat waren de 67 stuks hier voor vandaag op deze lijst van 1987. Hij stond erin met 2 platen. Ik denk, pak maar eens een keer de B-kant, maar dan in een remix. Hier is Den Harrow en Day by Day. Dag op dag, dat is logisch, van 11 naar 12 voor de 3e week, deze Day by Day. En ook Tell Me Why van deze Den Harrow. Say When Boys van 23 naar 11 voor de 4e week. En Primero van die Michiel van der Carrie, Oké Calor van 13 naar 10 en stond toen 4 weken genoteerd. Mick Omission, Talk Talk van 14 naar 9 voor de 3e week. En ook Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody voor de 10e week van 9 naar 8. En ook op 7 van 8 naar 7 voor de 5e week. NoHo and Touch. Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now op 6. En die bleef op 6 staan voor de 5e week. En dit is nummer 4. Ja, dit is nummer 4. Dit is nummer 4. Die stond al maar liefst 21 weken in de lijst. Dat is niet weinig. Because I'm fascinated for your love, boy. Here's Company Me.
gefascineerd van jouw liefde. Zodat ik denk van, nou, laat ik maar eens even weer... zoals dan George Michael hier in deze plaats suggereert van... ik wil je seks hebben, dus nou... Oh. Dat is dan, je moet eerst gefascineerd zijn voordat je dan, denk ik, daarna met de seks zou kunnen gaan beginnen. Daarna twee platen te gaan en dan is het zover. Zij staat er alweer klaar voor. Voor de eerste keer de zenuwen die lopen uit haar lijf. En voor de rest de oksels die klotsen. Je... Hier is George Michael, goed dat dit de nummer 3. En ze op 3 blijven staan. It's logical. Het zijn alle 3 de dingen die je in deze One Your Sex terug kan krijgen. Dan was die George Michael hier op 3 genoteerd. 5 weken stond hij daar genoteerd, deze George. En George Michael op deze dag van vandaag, deze 14e juli waar we nu lekker op zitten... een overeenkomst, de problemen uit de wereld worden gegooid van wat hij met Sony had. Had hij namelijk problemen mee, dat ging natuurlijk weer om royalties en dat soort dingetjes allemaal meer. Maar in 1995, van 14 juli, werd dat in één keer... aan de zijkant geschoven. Hoe lekker is dat? Vandaag trouwens nog jarig, meneer Chris Cross. Ja, wie zou dat zijn? Hij is 72 jaar geworden en was de bassist van Ultrafox. Van Vienna onder andere. Dat zijn de mooie plaatjes van Ultrafox met Mitch Ure erin. Ook Edward Niesing is vandaag jarig. Een oud radiomaker, journalist en ook nieuwslezer. Hij is vandaag 76. Nou, zometeen de nummer 1 in deze radio feuilleton. Maar eerst even de nummer 2. Die kwam van nummer 1 af. Dat is een soort stuivertje wisselen zoals we dat vroeger eigenlijk noemden. Stond toen 7 weken genoteerd. Samen met Janet Jackson. Hier is Herb Alpert. En ze hebben het over het belangrijkste ding die een vrouw om de vinger wil hebben. Of om de nek. Hier zijn Diamonds op Stad Den Haag. Something on my finger, shining so brightly. Don't
Toch snel als je het naar je zin hebt, hè. Dit was de nummer 2 in de flitsende 50. Ging van 1 naar 2, ik zei het er net al, 7 weken genoteerd. Herb Albert en Diamonds was ook in de remix. Hey jongens, ik bedank je vanaf deze kant voor het luisteren naar dit feuilleton van Dusko. Elke zondagmiddag tussen 5 en 7 kan je ervan gaan genieten. En ik wens je zo heel veel plezier met DJ Senna hier op je radio Stad Den Haag. Houden ze bij de hits op de rij. Primero, Kerk Alor op nummer 10, genoteerd 9. Mick Omission, Talk Talk Talk. Whitney Houston, What a Dance with Somebody op 8. En op 7, Touch van Noho. En ook Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now op nummer 6. 5, Gimme Some Loving van Fun Fun. Ook nog Company Be Fascinated, 4. En I Want Your Sex, George Michael op nummer 3. En Jordan het op nummer 2, Herb Alpert. En Diamonds met Janet Jackson. Het is tijd voor de nummer 1, hier is Sabrina. Boys, boys, boys. Boys. Summer, summertime love and the summertime love. Boys. Summer, summertime love, summer, summertime love and the summertime love. Boys.
loving the beats tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who. I said me, said you, gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. We'll be right back.